technisch popalbum dat eigenlijk gewoon bedoeld was voor in de studio en helemaal niet om daadwerkelijk mee te toeren. Vertalen naar 8 cello's die dat wel op een podium gaan uitvoeren. Ja. Is dat überhaupt te doen? Het is inderdaad een van de allereerste pop-LP's die echt bedoeld was voor in opname, de studio. En in die zin is het eigenlijk een soort partituur, weet je. De Beatles hebben het nooit live gespeeld. En dat gaf ons eigenlijk wel de toestemming om toch wel iets anders mee te doen. Juist omdat het niet mogelijk was. Met name omdat het zoveel meer dan alleen 2 gitaren en een bas en drums. Je hebt niet alleen de gewone popband die je probeert te imiteren, maar ook allerlei achtergrondgeluiden waar dit album natuurlijk onbekend staat. Hè. Er is een orkest, maar er zijn ook rare noises, overal dierengeluiden. Het is voor ons eigenlijk de kunst om al dat soort geluiden te gaan imiteren, maar dat het wel blijft werken op 8 cello's. Dat je niet heel hard probeert precies zo te klinken als het album, terwijl dat eigenlijk bijvoorbeeld dan op het podium helemaal niet mooi overkomt. Ik zou eventueel ook voor 5 tubas het zou kunnen doen. Maar het is heel dankbaar dat het voor cellisten is. Want de cello heeft de bereik van de menselijke stem. Hè? Dus de alle diepste menselijke stem tot en met de hoogste sopraannoot. Maar ook die slagwerkdingen wat je mee kunt doen. Afgelopen tijd zijn er heel veel mensen die hebben bluegrass en jazz op cello gespeeld. Hip-hop op cello gespeeld. Dat was voor mij heel erg bruikbaar om de technieken ook van de afgelopen jaren te kunnen integreren in mijn arrangementen. Nou zie ik als ik hier naar het podium kijk, dat het niet een gewoon concert gaat worden. Als je koptelefoon in op hebt en je zou naar de LP luisteren, zou je ook tegelijkertijd naar de geweldige hoes kijken. Je zou ook naar de liedteksten kijken. Het is echt een totale ervaring in je eigen kop. Ook als je naar de muziek luistert, zie je ook een gitaarpartij dit doen. Je ziet gewoon een bas dit doen. Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr aan het drummen. Om dat neer te zetten in een klassieke bezetting zou gewoon niet werken. Dus er zijn visueel elementen erbij, maar ook heel veel beweging. En ik denk dat dat gewoon ook een deel van de popervaring is. Ik had voordat we hier aan begonnen eigenlijk nooit beseft wat voor een baanbrekend album dit was. Namelijk het echt de eerste conceptalbum van pop, weet je wel, waardoor pop niet meer gewoon leuke deuntjes was, maar echt een hogere kunstvorm. Toen ik naar dit album echt goed ging luisteren, dat was al heel een gave ontdekking. Dat staat nog steeds als een huis, gewoon echt een soort verhaal op een album. Ja, heel gaaf.